mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag gaan we naar Ole, gaan we daar naar de bunker van Zena en gaan we even kijken of we daar mogen filmen naar binnen. Het is nu best wel vroeg, dus het zal niet heel erg druk zijn. We moeten nog, ik denk, een klein uurtje rijden ongeveer en dan komen we daar aan. Natuurlijk wat korter dan naar Polen. Ik ben met de baas van PTD, de gast die alle vuurwerk aan mij levert. Nee, grapje. Maar in ieder geval, we zullen het zo meteen zien. Kijk, allemaal Poolse mensen hier zo. Jongen. Niet normaal. Dan gaan we nu weer in de auto en dan zien we jullie zo meteen weer. Ja, we zijn nu bij Antwerpen. Jongen, wat is het lelijk hier, hè? Moet je daar kijken. Jongen. Nou, dan rij je best wel op via, volgens mij via Ole. Ik weet niet, volgens mij vorige keer toen we naar Ole gingen, reden we niet via Antwerpen. Maar ja, we komen er zo aan en dan zien we jullie zo meteen weer. Ja, we zijn eindelijk. Het oude vertrouwde Zena. We gaan zo even een kijkje nemen. Kijken of het druk is daar binnen. De eerste vrachtwagen is al geladen. Nederlandse kentekens ook. Dus we gaan even naar binnen en dan gaan we even kijken wat erop staat. Laten zien, even kijken hoeveel bunkers ze hebben. Dat zijn er 14. Dat is fucking ziek. Dus we gaan even kijken hoe ze daar eruit zien. Want we zijn natuurlijk bij Haukan geweest. En dat waren natuurlijk hele andere soorten bunkers dan hier in België. Dus ik neem jullie mee. Op naar de bunker. Dit is onze sprinklerinstallatie. Daar zie je de ton staan. Hier zit 20.000 liter water opgeslagen. Zo. Ja. Vier van die vaten zijn er, dacht ik. Jezus. Nog nooit hoeven gebruiken? Nee. Ja, maar te testen. Ja, toch. Serieus? Dat moet elke week, zeg maar. En dan heb je twee keer per jaar. Dat is testen, even een knopje. Ja. Oké. Ik dacht, nu komt nu allemaal water. Nee, dat gebeurt twee keer per jaar. Dan heb je AMPI, of zo'n erkende instantie, die komt dan controleren of alles werkt en dan slijt ze daar ook een slang op aan. Je ziet gewoon haken staan. En de stenen van een uur brandweer een tijd. Zo. Ja. Het loopt helemaal door, joh. Zijn dat al? Ja, je mag doorlopen als je. Dit zijn allemaal bunkers. Ja. Dit zijn er 7. Volgens mij speciaal gebouwd voor vuurwerk, toch? Ja, deze zijn voorheen was dit. Voor jullie gebouwd? Deze hier make-up artikel en zo. Oh, nou daar heb je geen sprinklers voor nodig natuurlijk. Nee. In België had je vroeger al die supervlinders en. Ja, lawinepijlen ook, toch? Klopt. Bij de speelgoedwinkels. Dat mocht in België niet. Alleen er werd nooit op gecontroleerd. Per hok van 500 kilo. Dan zie je ook aan die deuren, voorheen zaten hier van die dubbele deuren. Ja, anders zou het te duur worden. Een heel terrein joh, met bunkers. En verpakt nog? Onverpakt mag in België niet. Oké. Kijk, dit zijn de matten en de rollen. Zo. Hij staat nu vrij leeg nog, maar zodra het seizoen begint, dan is het gewoon elke bunker 500 kilo. Nou, jullie hebben ook die streep met hoe hoog het mag komen. Ja. Het moet een meter onder de sprinkelkap blijven. Ja hoor, 500 kilo daar. Het verschil tussen Nederland en België, 500 kilo hier is kruidgewicht, geen bruto gewicht. Oké. In Nederland is het denk ik 10.000 kilo bruto gewicht en dan ligt wel een shell af. Ik weet niet of je hier iets om hebt, maar hier moeten we gewoon vanaf. Van Zena Trophy. Daar hebben we toen een keer hier laten liggen en toen met januari is het allemaal weggegaan. De volgende bunker. Deze is al
kleiner. Weer twee. Maar het is een halve slag al alleen. Hoppakee. Maar daar. Zo. Dat is iets wat wij moeten doen. Elke doos, als die open is geweest, in principe met die gooien, die zou je uit de bunk moeten halen. Hier moet je hem ook knippen. Ja, officieel? Dan moet je trekken, ja, en dan moet je hem met kruiseling strikt maken. Dingen toch? Want wat is nou het verschil tussen die ene en die ander? Die staan allemaal kijkers. Oh, dit is gewoon eigenlijk geordend op... Ook niet. Nee, het is gewoon echt hoppa erin gegooid. Daar is het matten en rollen, dus dat is duidelijk. En dan deze vier bunkers is eigenlijk namelijk cakes, omdat er nog steeds de meeste loopt, zeg maar, meest verkocht. En dan vul je dat op met pijlen. Maar pijlen qua volume best groot zijn, maar qua kruidgewicht niet, dus dan moet je daar een beetje op spelen. Zo. Daar ga je echt niks van merken. De volgende bunker. Tjonge jongen, wat is die groot, joh. Weer twee. Niet gerookt worden. Zo. Kijk. Het is een nieuwe lading van dit jaar. Ja joh. Er wordt altijd apart gezet en er wordt alles gemeten en gekeurd. Zijn dat dummies joh? Nee, dat is... Uitvallen is eigenlijk vuurwerk, maar of je niet goed gewerkt heeft. Oh, wat okay. Nou het geworden is. Uitval. Zo, en die hoge muren hier, joh. Dat is ook nieuw. Wij hebben een nieuwe vergunning. En dat is sinds 2 jaar nu. Dat is ook. Hier zou er ook eentje moeten komen. Alleen uiteindelijk via de advocaat is dan naar de koning gegaan, hebben we daar aangeklaagd en uiteindelijk moest dat dan niet. Zo. Ook de camera's komen te hangen met... Zo. Ja, ze houden niet van vuurwerk in de regering. Allemaal identiek dezelfde doen. Oké, dus hoeveel staan er hier nog? 7? Hier zijn er 7 weer. Zijn die deuren ook iets anders. Oh ja. En dit is wel de slordigste bunker. Er staan alle kleine speelcategorieën in en dat soort dingen. Dus eigenlijk, ik denk bijna 100 artikelen op één kleine plek. Ja. En dan krijg je... Oh ja, sterretjes. Kanonslagen. Dat zijn de toppers uit Nederland. Ja, echt de toppers daar. Ja, harder gaan we niet, hè. De wet letterlijk volgt, dan heb je voor een sterretje af te steken al een vergunning. Nou. Zo. Zo onduidelijk is heel de wet. Ja, precies. Mensen die spannen doe je wel. Maar de boetes zijn hier wel een stuk minder. Ja, dan Nederland sowieso. Je dan zo'n, als je vuurwerk afsteekt en je hebt daar geen vergunning nodig voor, dan je hebt hier tegenwoordig die gasboetes. Ik weet niet heel lang. Ik denk, ze zijn niet zo snel bij de overheid. Ja, lokaal H. Feestvuurwerk. Vuurwerk is altijd feest, toch? Hier zie je ook elke keer die sticker zitten. Ja? Nou, dat is Ampi, dat is die erkende instantie. Ja. Komt dan keuren of die sprinklers in orde zijn of die deur in orde is, want die moeten automatisch dichtvallen. Dan een vinker over datum. Ja, en tot hoe lang die geldig is. Dus geïnspecteerd op die datum en dan is dat meestal een half jaar tot 4 jaar. Zo. Ja, die verpakkingen die doen het goed, hè? Die zien er goed uit. Dus rookartikelen, single shots, flightbedden en fakkels en nitraatmatten. Zo. Ja? Wij hebben een systeem dat werkt voorlopig niet bij batterijen, omdat batterijen schieten altijd naar boven. Ja. Dus hier zit een slotje op en de vuurpijlen liggen plat. Dus moesten die in de fik vliegen, dan gaan die naar de zijkant. Hier zitten slotjes op. Okay. En dan hoef je niks te knippen en dan haal je hem zo open. Zo, dat is handig. Het is wel iets duurder dan een gewone kooi, maar dit, is wel, dit scheelt zoveel. In ieder geval bij dit soort artikelen. Dat is wel handiger, ja. Maar ja, dat is natuurlijk wel hergebruikt, dus dat moet je natuurlijk wel bewaren, toch?
Is weer op opslag. Gewoon weg. Oh, echt serieus? Zodra die doos leeg is, bij die stapel bij en dan. Ja, wat een auto. Zena auto. Gruwelijk. Geshopt. Doei. Ja, we gaan nu weer terug naar Nederland. Het was best wel ziek om die bunkers daar te filmen. Jullie hebben die beelden net gezien. We hebben ook wat dingen gehaald. Dus daarvan zien jullie binnenkort wel op de video. Zo, we zijn weer thuis. We zijn aangekomen, was gelukkig geen file. Ik zou zeggen, vond je deze video nou leuk om te kijken? Laat dan even een like achter. Vergeet niet te reageren. Binnenkort zien jullie wat we hebben gehaald. Komt goed. En ik zie jullie weer bij de volgende video.